waarom vond je het belangrijk ook een bakboek voor kinderen te maken? Ik denk dat het heel erg leuk is om met kinderen brood te bakken. Dat het iets is wat kinderen eigenlijk heel goed kunnen ook. Mensen denken soms dat kinderen, hoe zeg je dat, klein gehouden moeten worden als het ware. Dat je ze niet de moeilijke dingen moet geven. Het leuke is dat kinderen eigenlijk super handig zijn, is mijn ervaring. Ze doen niks anders dan knutselen. Ze hebben een enorm gevoel met hun handen wat ze aan het doen zijn. En ze leerden heel snel. En dan is broodbakken eigenlijk iets heel makkelijks, iets heel natuurlijks en iets heel eigens. Ik hoop met dit boek te laten zien hoe simpel en leuk het kan zijn. Terwijl je tegelijkertijd eigenlijk heel lekker brood maakt, wat ook kinderen kunnen waarderen. Want ook kinderen houden van lekkere smaken. Het helpt als het boek ook voor kinderen geschreven is. En dat betekent niet dat het kinderachtig moet zijn. Juist niet, denk ik. Maar wel toegankelijk. Je moet geen kennis veronderstellen. En je kan best woorden gebruiken die soms een beetje moeilijk zijn. Dat leren kinderen ook snel genoeg. Maar je wil niet doen alsof ze alles al weten. En daarnaast is het heel erg leuk om een kinderboek te maken met illustraties. Met gewoon heel mooi vormgegeven. Ik heb het samengemaakt met Rachel Klaassen. Zij kan dat ook echt heel erg goed. En dat maakt het een heel erg leuk speelsboek. Zo met heel veel plezier gemaakt. Wat vinden jouw kinderen het leukst om te bakken? En ik heb één kindje. Hij is 5 jaar oud. Hij vindt het leukst om zijn eigen recepten te maken. Hij ziet mij boeken maken over brood, over patisserie. En hij maakt nu zijn eigen kookboeken. En dat doet hij door op te schrijven. Dan maakt hij tekeningetjes van 100 kleine zwarte stipjes, 100 rozijnen. Een rijstwafel die verkruimeld wordt. Meel wat je voor 1 minuut toevoegt. En op die manier schrijft hij zijn eigen recept. En die zijn nog verrassend lekker ook. Dus dat is heel erg leuk om te zien. En dat vindt hij het leukste om te maken, zijn eigen dingen. Wilde je als kind ook al bakker worden? Ik moet eerlijk bekennen, als kind was dat niet iets waar ik aan dacht dat het een beroep was voor mij. Mijn ouders hebben allebei een academische opleiding. Mijn vader werkte in ontwikkelingssamenwerking, mijn moeder was psycholoog. En voor mij was het heel vanzelfsprekend dat ik ook die kant op zou gaan. Ik wilde studeren, ik ben ook gaan studeren, ik heb mijn studie ook afgerond. Sociologie, filosofie, en hoe abstracter, hoe beter. Ik wilde de wereld veranderen, ik wilde grote theoretische modellen uitwerken, revolutionair marxist worden in die tijd. Dat was een van mijn ambities als kind. Bakker, ik dacht helemaal niet dat ik dat zou kunnen. Ik vond bakken wel altijd heel erg leuk als kind. Ik deed het met veel plezier, ik kreeg heel veel ruimte van mijn ouders om te experimenteren. En op een gegeven moment ging ik mijn eigen brood bakken. Vond ik het lekkerder om te doen. Ik bakte veel koekjes en taarten. Ook omdat ik te veel snoepte. En ik dacht, als ik het dan tenminste zelf gebakken heb, is het in ieder geval goed. En ik ben er langzamerhand steeds meer ingerold. Dus het was iets wat ik ook heel erg leuk vond en wat ik ontwikkeld heb. Maar niet iets wat ik als kind verwachtte als carrière. Ik vind het zelf een heel erg leuk en mooi boek geworden. Ik vind de kleuren, de vormgeving heel erg mooi. Ik vind de tekeningen heel erg leuk en speels. En eigenlijk, net zoals ik het zelf heel leuk vind, merk ik dat heel veel volwassenen het ook leuk vinden en voor zichzelf kopen. Dus kinderen bakken er met veel plezier uit en volwassenen ook. En eigenlijk geldt dat ook een beetje voor mezelf. Thank you.